De organisatie Bescherming Bevolking heeft deze dagen de beschikking gekregen over de eerste rijdende keuken die in noodgevallen de voedselvoorziening van grote bevolkingsgroepen kan verzorgen. Met behulp van een Jacobsladder worden aardappelen en verschillende soorten groenten naar de voorraadtrechter gebracht. Vlugge handen en uitermate ingenieuze machines zorgen er vervolgens voor dat alles gesorteerd en schoongemaakt wordt. Door verschillende technische toepassingen is het mogelijk met deze keuken in een continu proces te werken. Per dag kunnen ongeveer 20.000 maaltijden bereid worden. De trein bestaat uit 8 grote aanhangwagens die naast elkaar kunnen worden gezet. Zij vormen dan tezamen 1 groot keukencomplex. Er is een aparte machinewagen die stoom en stroom produceert. Een van de wagens is ingericht voor het personeel. Er bevindt zich onder andere een slaapvertrek in met een 4-tal bedden. Verder een douchecel en een ruimte om de administratie van deze keukentrein te voeren. Binnen korte tijd zal de BB de beschikking krijgen over nog 2 van deze uiterst praktische rijdende keukens.